Hey mensen, je kijkt naar Spooky 1611 en vandaag weer een nieuwe aflevering van The Last of Us. En we zijn hier bij Bill. Hey, thank you. Kelly, take a look around and see if there's anything we can use. Alrighty. En we gaan even kijken of we supplies kunnen vinden voordat wij gaan zoeken in dit stadje van Bill naar supplies. En ik zie hier dat dat vol is. Ik zie hier training manual. Chef manual for improved durability of blade. Sharpening a blade reduces the force necessary to cut or puncture. Oké. Dan hebben we hier iets dat nog vol zit. Want ja, we hebben hier dus bijvoorbeeld ook wat extra wapens. We hebben hier nog dit pistooltje naast de revolver. En we hebben, als het goed is, hier hebben we nog een dikke hunting rifle. At the moment. We hebben allemaal in onze tas zitten. Kan ook mooi. Gaan we hier even kijken wat dit is. Bill's map. Oh ja, dat is die map die hij net liet zien. Of tenminste, de vorige aflevering. High school. Bill's town heeft een high school. Een barricade. Oh, wat was dat? Ik hoorde wat. Al die geluiden die je hoort. Dan hebben we hier een melee weapon, maar ik vind die honkbalknuppel net even wat vetter. En dat is het zo'n beetje. Op dit moment hebben we alles, denk ik. Is hier nog wat? Schaakbord. Ik wil wel even schaken. Hey. Hey, you know how to play this? Yeah, pretty badly, yeah. I always wanted to learn. Hey, Bobby Fischer! Don't touch anything on that board! Whoa. Bobby, what? Just let it go. Cool. Coole extraatjes. Ja. Ellie is gewoon een meisje die geen normaal leven heeft gehad. Want zij is geboren. Zij is 14 jaar volgens mij. En de apocalypse begon 20 jaar geleden. Dus zij is geboren in deze wereld. Found everything you need. We're good. Ja, yeah, we're good. Nou, kom maar. Alright, Ellie, come on. Kom op, Ellie. Don't leave the door open. I got it. We have to cross to the other building. Up the stairs. Let's move it. Just stay with me. Can't believe you agreed to this bullshit, Bill. What you should have done, but just left him back there. Nou, dankjewel dat je je gevoelens... I'm kidding about him. Yeah, he's one of a kind. Bill is inderdaad one of a kind. Laten we hier even kijken. Wat hebben we hier? Let's take a look around up here. Nothing in there that I need. Go ahead, take whatever you want. Thanks. We mogen alles pakken. I saw a group of hunters coming dangerously close to town. Luckily, a pack of infected chased them off. Reminder, put up more warning signs. Let them know you're serious. Hey, wat ligt hier? Nice, die hebben we nodig. Die hebben we vooral nodig. Nou, Bill. Bill, wacht daar nog even. What kind of trouble are you in? Where the hell's Tess? Tess is dood. Simple drop off. What are you delivering? That little brat? Haha, fuck you too. Holy shit. You know, yeah. Are you kidding me with this guy? So where are we going, Bill? I got the safe house. More of an armory. Armory? We? Bill, just... That's like I said. Leuk, die interactie. On the other side of town. Now that side I don't ever go to because it's filled with infected. We're gonna need guns. Zit hier iets? Nee. Alright. Hey, weer een honkbalknuppel. En daar ligt... voor medic. Wat ik trouwens wel nodig heb. Alhoewel, ik heb niet echt nodig. Maar toch wil ik het even doen, zodat ik full health heb. Oké, Ellie. We moeten wel een beetje oppassen met die pil. Ik heb wel meer het gevoel dat Ellie echt iets van... ja, dat ze een beetje een band beginnen te krijgen. Vooral omdat Bill zo raar doet en zo. En Joel is Tess nu eigenlijk kwijt. Dus zit in zijn eentje opgescheept met Ellie. Come on, inside. Oh.
I didn't mean to take care of that. Relax, it's nothing. So, you didn't answer my question about Tess. Yeah, I thought the two of you were inseparable. Oh, Jesus. She's busy. Yeah, sure. Oh, busy. Tess is busy. Don't stop. Like, might be trouble in paradise. Oh, my God. Yeah, something like that. Met zijn booby traps. Oh, je... Het geluid, man. Alright. Holy shit, boss. Daar zijn we dan. So, why don't you fix one of these cars? Oh my god, you're a genius. I mean, the whole time, why on earth hadn't I thought about fixing one of these cars? Okay, don't be a dick. Their tires are rotted and their batteries are dead. Are you done? Can't even begin to think what the inside of the engine block look like. Only ones making new car batteries are the military. God damn it! Infected! Shit. Lock and load. Oh fuck. Clickers. Nee, nee, nee. Oh fuck! Oh fuck! Verwerk niet, verwerk niet! Nee, nee, nee! Ah, ik ben al dood. Of niet? Ellie, go! Go! Oké, dit gaat niet lekker. We moesten wegrennen volgens mij. Ik ben toch wel dood. Ja. Godsamme. Oké, dus ze komen. Wat moeten wij doen? En wat kon ik hier doen? Fucking hell! Oh! Shit! Blind the bait or your melee weapon to create more brutal attack. Kan dat? Dat kan. Ah, die gaat maar één keer mee. Nee! Oh, ik had hem bijna. Dit is echt kut, man. Dit vind ik moeilijk. Dit vind ik moeilijk. Ik ben nog nooit zo vaak doodgegaan in een spel. Ik vind het echt moeilijk. Oh fuck. Oké, nu gaat hij dood. Sorry dat ik hier geen commentaar heb geleverd, maar ik vind het heel moeilijk met een PlayStation controller, zoiets. Holy shit. Is het ons eindelijk gelukt? Nou, dat duurde even. Gelukkig dat daar een save point was. Gelukkig dat daar een save point was. Bill? Ik heb geen melee weapon natuurlijk. Maak wel een shift.
bad stuff hier. Even kijken hoor, of we hier nog shit vinden. Ammo. Oké. Okay. Ja, dat ging niet zo goed. You picked a hell of a place to hold up, didn't you? Bad as those things are, at least they're predictable. We hebben nu 10. People that scare me. You of all people should understand that. Nothing. Now. Die moeten we omhoog volgens mij. You sure that gate's gonna hold them? Locked it. They don't have a key. Ik heb het gevoel dat So which way? We're here. It's in the cellar. Wat? Hierin? Echt? Oh, oh, ik moet dit doen. Right down here. Nou, ik ben benieuwd. Well, here we are. You don't touch anything. And you close the door. Bill is een beetje een Hij doet moeilijk. Gear up. What? I need a gun? No, you don't. Joel, I can handle myself. No. Just stay here. It's fine. Just wait around for you two to get me killed. Well, this goes on record as the worst fucking job you've ever taken. Yeah, it's up there. How in the hell is Tess okay with this suicide mission? It's actually her idea. Really? Yeah, it was not her idea. Well, broad's not as smart as I thought she was. What? Fuck her. Seriously, you gotta take that kid back to where you found her. I can't just take her back. Then send her packing, let her find her own way. But let me tell you a story. Once upon a time, I had somebody that I cared about. It was a partner. Somebody I had to look after. And in this world, that sort of shit's good for one thing. Getting you killed. Oh. So you know what I did? I wisened the fuck up. And I realized it's gotta be just me. Bill, it ain't like that. It's bullshit. It is just like that. Hey! What'd I say to you when we walked down the steps? What'd I say? I'm just fixing your stupid pile. Don't touch. Dit is geen goed huwelijk zo. Dit is geen goed huwelijk. You keep babysitting long enough and eventually it's gonna blow up in your face. Can we please just get on with it? Here. Come on, Bill. Let's get on with it. Let's get on with it. Oh shit, we have a shotgun. Boom! Headshot! Alright, before we go any further, I got something I gotta show you. Oh, what and that is? New what toy you got, from girl? The toy box. New toy. This is a nail bomb. A nail bomb. You gotta be really careful. This thing blows, it shreds anybody standing nearby. Fucking vet. We have the bomb. These powerful bombs explode when an enemy gets close. Use offensively or defensively. So we got shotguns and bombs. What the hell are we doing with them? Military caravan rides through town. I assume they're out looking for supplies. I mean, you'd be amazed at the shit that they overlook. Holy shit, they skill, I feel. Anyway, a few months back, they were rolling through and they get over. So we take that battery and we put it in another car. Hey, what if it's damaged? Actually, might work. Ik mag hier niks toevoegen. Maar van deze geweertjes al wel. Ik heb 71 parts, dus ik kan bijvoorbeeld van de revolver of zo. Kan ik
de reload speed veranderen. De fire rate. En de clip capacity. Kan ik één omhoog doen. Want wapens hebben ook levels. Dat vergeet ik nog wel eens. Oké. Van de revolver kan niet meer nu. Dat is een beetje mijn eigen schuld. Voor de rest heb ik dus allemaal van die parts nodig. Kunnen we hier voor de rest nog wat vinden? Ja. Dan gaan we even hier kijken naar crafting. We kunnen alles wel craften at the moment. Oké. Dus, ligt hier nog wat? Nee, Bill heeft hier niks neergelegd. Dan gaan we eens even kijken of we hier nog wat kunnen vinden. Ik zie daar wel allemaal spul. Oeh. Kijk, dat is zo'n ding. Tools level 1 hebben we nu. Dus eigenlijk had ik het nu kunnen doen. Of niet? Hoeveel parts heb ik nu? Want die heb ik nu eigenlijk al verneukt. Maar ik had daar weer extra parts. Ik heb 21 parts. Dus ik kan bijvoorbeeld nu van mijn ding, kan ik hier de reload speed of de clip capacity vergroten. Laten we de reload speed doen. Bij zo'n hunting rifle. Yeah, that's more like it. Alrighty then. Dat, nu snap ik een beetje het level systeem van de geweren. Daar komen we nu een beetje in. Even kijken verder. Kid, I swear to God, if you took anything. Hey man, I don't need any of your shit. Trust me. Joel, you are keeping an eye on her, right? Like ja, ja. Ah, we hebben een nieuw melee weapon. Of een melee weapon. Maar ja, dit is niet echt een super melee weapon. Hebben we hier nog shit liggen? Nee. We gaan wel even op de melee weapon deze blades plaatsen. Kijk, nu heeft hij een. Allemaal scissors te uitsteken. Kunnen we wel een lekkere kill meemaken. Alright. Hier verder iets. Nee, daar niks. Dan gaan we hier even kijken of. Of hier wat is. Nope, ook niet. Wat is dit, Mr. Bill? Zijn we gelovig? Wow. Nice place. Ja, dat vindt Ellie mooi. If you got anything to confess, this would be the place to do it. Kunnen we hier wat uithalen? Nee. Ik ben er voor mee aan het kijken. Alright, Bill. Dit ziet er vet uit. Dit ziet er heel mooi uit. Time to sack up. Wat gaat hij doen? Raam open. Oh shit. Ellie, come on. Nou, lekker zo'n begraafplaats hier. There's a school. Alright. High school. Guess we'll find out. En wat hier verder gebeurt, dat zien jullie de volgende keer. We gaan naar de high school. Dat is onze volgende objective. Tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van The Last of Us. Druk op dat duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. Dankjewel. Dat helpt enorm. Doei.